Welkom bij het Haags TV-journaal van donderdag 25 februari. Vandaag in het nieuws: talentenjacht voor Live I Live Festival. Internationaal Park gaat niet door, maar nu eerst Haagse Harry klaar om onthuld te worden. Vandaag was het zover. Het standbeeld Haagse Harry werd naar zijn plekje op de Grote Markt gebracht. En om de tekst op Harry's shirt tot het moment van onthulling strikt geheim te houden, werd het goed afgeplakt. Ja, Harry, hè? Harry gaat vanuit Zoetermeer op reis naar Den Haag weer, en waar hij thuis hoort. En met zijn 3000 kilo ging dat natuurlijk niet zomaar. En in december met de hele buurt op jacht om kerstbomen te razen. Op aljaarsavond fikkie stoken, voor al die autobanden ook te fan. Ik zou best nog wel een keertje met die Harry naar ADO willen kijken. In het Zuiderpark, de Lange Zee, een warme worst supporters om je heen. Lekker kankeren op Theo van der Burg en die Lange van Vianney. Het plaatsen van het beeld trok veel bekijks. Ook de kunstenaar van Harry kwam even kijken hoe zijn eigen geboetseerde kunstwerk werd geplaatst. Boetseren, dat was mijn gedeelte en dat is een week of 3-4 geweest. Maar dan krijg je nog natuurlijk van het uithollen en het bakken. Dus het hele proces bij elkaar heeft voor een maand of 5 uur. Haagse Harry, volgens mij zijn wij allemaal Haagse Harry. Dus als je Haagnees bent, betekent het volgens mij heel veel. Althans voor mij wel. En ik heb het altijd een grote eer gevonden om Martens gekend te hebben. En ik kom ook erin voor trouwens. Zit ik hier achter bij de Zwarte Ruiter, zit ik op een terras in de Haagse Harry. En de Haagse Harry is zo geweldig. Ik ben trots dat we hem hebben en trots dat hij bij de Grote Markt staat. Oké, vooruit. Omdat het nu toch al 6 uur is, laten we het t-shirt zien. Hagenaars en politiek halen opgelucht adem. Dinsdag maakte wethouder Boudewijn Revens bekend dat hij de plannen voor een groot internationaal park in de stad afblaast en opnieuw in gesprek gaat met betrokkenen. Reden is het massale protest tegen de plannen. Politiek en inwoners zijn blij dat Revens tot inkeer is gekomen. Ja, dat is heel goed nieuws, want we hebben hier met een hele hoop mensen gedemonstreerd. Wat je nou ziet is dat toch naar de burger wordt geluisterd. Revens wil de verbindingen tussen het Westbroekpark, de Scheveningse Bosjes en de Waterpartij verbeteren, waardoor er 1 internationaal park ontstaat. Maar zijn ideeën om de padenstructuur aan te passen en een 5 kilometer lange hoofdroute aan te leggen stuiten op groot verzet. De voornaamste kritiek is dat het karakter van de natuurgebieden zou verdwijnen. Dit is een min of meer natuurlijk bos. Kijk, er zitten enige elementen in van kunstmatige aanplant. Maar daarna heeft de natuur gewoon de kans gekregen. En daar waren wij bang voor dat dat weg zou gaan. Allerlei biertenten en lawaaioverlast. Dus we hopen dat het allemaal wat gunstiger uitpakt. Ook vanuit lokale politiek klinkt gejuich over het besluit van Revens. Het is goed dat hij luistert naar de signalen uit de stad, ook de signalen uit de politiek. En dat hij met alle bewoners, met alle betrokkenen, met alle organisaties om de tafel gaat zitten en voldoende tijd neemt om een nieuw plan te maken. En op Twitter schrijft de Haagse Stadspartij: "Yes, International Park to the dustbin." En ChristenUnie SGP twittert: "Streep door Internationaal Park. Wethouder Revens keert terecht op schreden terug. Gaat nu alsnog met bewoners beter plan maken." Ook de VVD steunt de beslissing. De partij prijst de betrokkenheid van de bewoners. Ik denk dat dat ook een goed teken is voor deze stad. Dat we er allemaal gewoon bovenop zitten. En terecht, want het is een hartstikke belangrijk stukje groen voor deze stad. De wethouder heeft zich vergist in de emoties die zijn plannen oproepen. En juist bij bewoners die wonen in wijken waar veel VVD-stemmers wonen. Zijn eigen achterban dus. Hij moet nou in gesprek met deze mensen en andere betrokkenen. Om te komen tot nieuwe plannen waar wel voldoende steun voor is. Dinsdag 26 april is het weer zover. Dan staat Den Haag weer op zijn kop tijdens het Live I Live Festival. Op de vooravond van de verjaardag van de koning treden er verschillende nationale en internationale artiesten verspreid over 9 podia op in de stad. En jij kan daartussen staan. Bands kunnen zich met de schooltrainer Talent Hunt opgeven om te strijden voor een plekje op het Live I Live Festival. Den Haag staat natuurlijk bekend als rockstad en wij willen graag ervoor zorgen dat de nieuwe generatie weer beter wordt dan de vorige generatie. Heel het plein stond helemaal vol. We hadden niets verwacht, maar we kregen een onderbroek naar ons toegegooid en een schone onderbroek. Ja, mega goed, maar ik moest op een gegeven moment een solo spelen, toen zag ik dit. Ja, lekker, was superleuk, vooral super genoten en ja, ging ook goed voor mijn gevoel.
wordt eigenlijk altijd tegen elke zanger, hip-hop, maakt niet uit, metal, pop. Hou alsjeblieft je microfoon goed vast. Bij de meeste hangt hier een draadje uit. Die moet je gewoon lekker laten hangen. Als je eraan gaat zitten, dan maak je het allemaal kapot. Als ik hem hier vast heb, dan hoor je helemaal niks meer. Zo, zodat je al dat geluid erin, net een stukje ervan af. En zodat het hier omheen ook opvangt. Anders dan, dan is je geluid heel erg vervormd en gedempt. En dat is gewoon, ja, is gewoon niet best. Inschrijven kan nog tot en met maandag op www.liveilive.nl. 13 meiden strijden zaterdag om de titel Miss India Holland in het atrium van het stadhuis. Na enkele jaren afwezigheid keert de verkiezing weer terug in Den Haag. In Theater Vijand trainen de finalisten al enkele weken. Het gaat bij de Missverkiezing tenslotte niet alleen om de looks. Het zijn de beauties en de brains natuurlijk. En zij krijgen het, op de finale krijgen ze sowieso vragen die ze moeten beantwoorden. Ja, en dan wordt er gekeken van ja, hoe antwoord je daarop? Hoe ga je ermee om? Want het is niet alleen lopen en het mooi zijn. Het is ook van oké, hoe sta je er zelf voor in het leven? En wat wij als Miss India Holland organisatie ook hebben is een talentenronde. Waarin de dames moeten laten zien van, over wat voor talent beschik ik. Dat kan zingen, het kan dansen zijn. Uiteenlopende dingen. En dat is toch een stukje van jezelf. Ik ben sinds vorig jaar de nieuwe eigenaar. Ja, en Den Haag, daar liggen mijn roots. En waar kan je het beter doen dan in Den Haag? Den Haag heeft een gigantische grote populatie van 45.000 Hindustanen. En midden in het stadhuis, finale van Miss India Holland. Kom op, wat is er mooier. De missen hebben de afgelopen weken al veel geleerd tijdens de voorbereidingen voor de finale. De laatste week wat we geleerd hebben is kettle training, dansen, presenteren hoe je zeg maar, als een miss jezelf moet presenteren, de missen etiketten en heel veel meer. Echt veel meer dan je zou denken. Bij mij was zo, heel veel mensen vroegen mij waarom doe jij niet mee aan een missverkiezing en ik dacht ja, ik zit met mijn cultuurmisverkiezing en Miss India Holland biedt bij, dus de basis met cultuur erbij. En nog eens laten zien dat ik mijn brains heb en mijn beauty erbij. Want ik zit nu in mijn laatste jaar HBO rechten, dus ja, brains heb je dan sowieso wel. En nu de beauty erbij. Dus ja, voor mij is het echt een heel mooi moment om dit mee te maken. Door middel van onder andere hun kledingstijl combineren de missen de westerse stijl met hun Indiase roots. We houden het netjes. We hebben niet van de korte dingetjes aan en te open. Dus we houden ons cultuur ook dicht bij ons. Dus we nemen andere, ja, Indiase meiden eigenlijk mee van, kijk, wij kunnen westers aangekleed zijn, maar ons hart is gewoon Indiaas en dat brengen wij deels naar voren door Miss India Holland. Ben je nieuwsgierig geworden naar de finale? Kom daarnaar kijken, want het is zo'n andere wereld. Het is zo gigantisch, het is zo mooi. Veel glitter, glamour, kleurrijk. Dus met andere woorden, kom kijken en je zal het meemaken. Het is een hele belevenis. De Haagse zanger Jet Rebel en de Haagse hiphopgroep SFB treden dit jaar op tijdens Parkpop. Ook de groepen Aapnoot Mies en De Kraaien spelen dan hun thuiswedstrijd in het Zuiderpark. Ook Markin Ramone, de voormalige drummer van de punkgroep The Ramones, en de bluesformatie The Reverend Peyton's Big Damn Band komen op 26 juni naar het gratis popfestival. Parkpop heeft dit jaar weer 3 grote podia, 2 stages met nationale en internationale acts en een Haags podium met muzikanten uit onze eigen stad. De politie heeft 10 tips binnengekregen over de onopgeloste Haagse moordzaak van weduwe Daisy Gijsbers uit 1974. De cold case zat gisteren in het tv-programma Team West. Een anonieme persoon stuurt sinds oktober vorig jaar brieven aan een onbekende vrouw waarin hij of zij zegt te weten wie de dader is. Het zou gaan om de inmiddels overleden echtgenoot van deze onbekende vrouw. Volgens de politie wordt in 2 tips een naam genoemd. Liefhebbers van de Nederlandse kunstenaar van Jan Torop kunnen vanaf vrijdag hun hart ophalen in het gemeentemuseum. Zo'n 200 kunstwerken van de beroemde Nederlandse kunstenaar worden dan tentoongesteld. Jan Torop behoort met Van Gogh en Mondriaan tot de belangrijkste Nederlandse kunstenaars uit de periode rond 1900. De tentoonstelling is tot en met 29 mei te zien in het gemeentemuseum. In het Laakkwartier is een bijzonder dansproject van start gegaan, in het kader van Zorg in de Buurt. Dansers en muzikanten van het muziektheater PRA uit Amsterdam maken samen met senioren uit Laak de voorstelling Laak, kijk in mijn ogen. Het is de bedoeling dat we eigenlijk via deze dansvoorstelling en in de workshops mensen elkaar leren kennen. Op een andere manier dan dat ze elkaar op straat tegenkomen of in de winkel. Maar dat je dus
elkaar echt in de ogen kijkt. En meer ontmoetingen plaatsvinden dan gebruikelijk. Maar ook mensen die dus, er zijn veel mensen die alleen wonen in Laak. Dat er dus via dit project, waar we de drempel heel laag houden, dat iedereen gewoon kan zijn wie die is. Je hoeft ook niet te kunnen dansen. Je kunt ook, als je alleen maar in je stoel kan blijven zitten, is ook goed. Want we kunnen ook dansen vanuit de stoel. Maar het gaat echt om een ontmoeting tussen de mensen uit de wijk. Naast een groep senioren uit Laak doet ook de Surinaamse muziek- en dansgroep Promelia mee. Zij zorgden tijdens de repetitie al voor een aanstekelijke en open sfeer die anderen over de drempel trekt om zelf ook de vloer op te gaan. Yenge, yenge. Nou, we hadden behoorlijk zin in. Het is altijd leuk als we samen bij elkaar zijn, plezier maken, pret maken. En dan kan je voor even je zorgen vergeten thuis. Naast de voorstelling in het Laaktheater is de doelstelling vooral om mensen bij elkaar te brengen. Wie weet, vriendschappen, relaties. Samen, ik hoorde nu net ook al in de workshop van we willen verder, we willen door hiermee. We moeten dit elke week gaan doen, het is gezond, we worden er beter van, het is goed voor ons lichaam. Dus die kant proberen we op te gaan. Wij hopen heel erg dat er nog mensen boven de 55 plus, want het is voor senioren, mee gaan doen met Laak, kijk in mijn ogen. En dan het weer. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af en wordt het maximaal 5 graden. Zaterdag blijft het droog en gaat de zon af en toe schijnen. Het wordt rond de 6 graden. En dit gebeurt er morgen in Den Haag. Morgen begint de jaarlijkse zwemwedstrijd, de Heek Grand Prix, in zwembad Het Hofbad. Het evenement duurt 3 dagen en veel bekende internationale zwemmers zijn aanwezig. Ook spelen de vrouwen van ADO weer een spannende wedstrijd. Morgen is de beurt tegen PEC Zwolle. Je kunt de Haagse vrouwen aanmoedigen vanaf 7:30 in het welbekende Kyocera Stadion. Tot zover het Haagse TV-journaal van vandaag. Morgen zijn we er weer om 6:00 op Den Haag TV. Meer nieuws is te vinden op onze website, op onze app voor Android en iPhone en op 92.0 Den Haag FM.